Hoi, leuk dat u kijkt naar Nijmegen in Beweging. Verschillende partijen hebben hun handen ineengeslagen om iedereen in Nijmegen en omstreken in beweging te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een leven lang verantwoord kan bewegen. Met dit programma hopen wij u veilig en vanuit thuis in beweging te brengen. Doet u mee? Hallo allemaal, fijn dat jullie er weer zijn. Vandaag gaan we lekker bewegen en we beginnen met stappen op de plek. En probeer dan goed uw armen mee te nemen. En nu kunt u benen ook natuurlijk wat hoger doen wat voor u fijn is. En zo blijven we doorgaan. En het gaat hartstikke goed. Blijf die armen goed meezwaaien. En dan gaan we zo door met naar de zijkant stappen. En dan beginnen we met het linkerbeen. En dan zakt u iets door het linkerbeen. En vervolgens rechts. En dan kunt u zelf kiezen hoe diep u zakt. Dus u kunt ook wat minder diep. Of juist wat dieper. En voor wat extra steun kunt u natuurlijk altijd de stoel gebruiken. En dan gaan we zo door naar de zonnegroet. En dan strekken we ons helemaal uit. En dan gaan we de zwaaibeweging weer naar beneden. En dan weer helemaal omhoog. Leg de nek naar achter. En de zwaaibeweging weer naar beneden. En dan gaan we daarna weer verder met stappen waar we net in waren begonnen. Dus gaan we weer op de plek stappen. Het gaat hartstikke goed. Ga zo door. En neem die armen weer gewoon goed mee. Nog eventjes. En dan gaan we weer terug naar de zijkant stappen en beginnen we met links. En dan kunt u weer zelf kiezen hoe diep u door uw been zakt. Het gaat hartstikke goed, nog een paar keer. En dan eindigen we weer met de oefening waar we net ook mee eindigen. Dus dan gaan we ons weer helemaal uitstrekken. En de nek weer goed naar achteren. En weer met zwaaibeweging naar beneden. En weer omhoog. En nog één keer. En weer naar beneden. En dan gaan we weer terug naar stappen. Welkom bij het cardio gedeelte. We gaan zo beginnen met stevig doorstappen. En dan doen we de knieën wat meer omhoog. En dan wat steviger de zwaaibeweging met de armen. En is dat wat moeilijker, dan kunt u nu altijd de benen wat lager houden. Of dus juist wat hoger de knieën. En we gaan zo door met de borstkrul. En dan blijven we stilstaan en dan gaan we eigenlijk zwembewegingen maken met de armen. Alsof we in het water zijn. Het gaat hartstikke goed. Nog eventjes. En dan gaan we zo meteen de voeten naar voren met de hak de grond aan tikken. Beginnen we zo. En dan wisselen we de benen af. En als dat nou wat makkelijker is, dan kunt u altijd de armen meebewegen. Kan allebei, kan met één. Gaat hartstikke goed. Je kunt het tempo natuurlijk ook helemaal zelf bepalen, dus je kunt wat langzamer. Of juist wat sneller. Nog eventjes. En dan gaan we zo meteen met de tenen naar achter aantikken. Juist. En ook hierbij kunt u de armen meebewegen. Als het wat makkelijker is. Gaat goed. Bepaal hier ook het tempo gewoon lekker zelf. Dus als u wat langzamer wil, dan kan dat.
En wat sneller natuurlijk ook. En dan gaan we zo meteen een kruispas doen. En dan beginnen we eerst met naar de ene kant. Benen voor, achter en zo. En dan heen en weer. Gaat goed. Nog eventjes volhouden. En dan zijn we alweer bijna klaar met het cardio gedeelte. Nog één keer één kant. En dan gaan we weer terug naar het stappen. We zijn aangekomen bij het krachtgedeelte. Als eerste oefening gaan we een staande crunch doen. Dan als het ware zo. En je brengt je knie naar je elleboog toe. En doen we aan beide kanten. Doe dit in je eigen tempo. Je kan het langzaam doen. Je kan het ook sneller doen. Wat jij zelf fijn vindt. We gaan deze 6 minuten focussen op de buik. Bij de core. Goed de buikspiertje aanspannen. Dit doen we zo. En voor de volgende oefening pakken we even een flesje. En hierbij gaan we eerst naar rechts hangen. En trek jezelf weer omhoog. Niet te ver zakken. Doe wat voor jezelf fijn voelt. Niet te veel forceren. En hou dit vol. Ga zo door. En dan gaan we zo wisselen naar de andere kant. En dan rustig zakken en weer omhoog. Dus voor de zijkant van je buik. Zoals ik al zei, niet te veel forceren. Doe het in je eigen tempo. Goed bezig. Hou dit vol. Goed bezig. En dan gaan we zo voor de volgende oefening. Het flesje rechts voor je houden. En je draait naar rechts. En dan weer terug naar het midden. En dan weer terug naar rechts. Zorg ervoor dat je benen stil blijven staan op de grond. En je echt alleen met je buik draait. Dat is heel belangrijk. Ook bij deze oefening geldt weer. Niet forceren. Doe wat voor jezelf fijn voelt. En dan komt het allemaal goed. Goed bezig, dan gaan we naar de andere kant. Dus we draaien naar links. Goed de voet op de grond blijven houden. En draaien met je buik. Dus alleen met je bovenlichaam. Goed bezig, hou dit vol. En voor de volgende oefening gaan we straks de hand omhoog. En dan de voet naar de hand brengen, dus rechterhand omhoog en dan naar de voet toe. En dan zorg ervoor dat dit zo. Als dit niet lukt, doe dit dan zittend of gebruik een stoel voor extra steun. Doe dit in je eigen tempo. Lekker rustig aan, het is belangrijk dat je beweegt. En nu gaan we naar de andere, dus je doet je linkerhand omhoog en je brengt hem naar je rechtervoet. Goed bezig. Dit is een zwaar onderdeel, maar we zijn er over de helft heen, dus ga zo door, u bent goed bezig. En nu gaan we shoulder raises doen. Dus pakt u weer 2 flesjes. Doet u langs uw lichaam. En dan langzaamaan omhoog. Doe dit rustig in uw eigen tempo. Niet te hoog. Niet hoger dan uw schouders tillen. En rustig laten zakken weer. Ga zo door.
zijn er bijna. Nu nemen we even een korte pauze. Gaan we schudden. Lekker op de muziek. Beetje losschudden. En dan gaan we verder. 30 seconden. En weer rustig omlaag. En weer omhoog. En daarna weer omlaag. Gaat zo door. U bent goed bezig. We zijn bijna neer het eind. Goed bezig. En dan zijn we er bijna. Nog 4, 3, 2, 1. En dan gaan we weer met één flesje. En doet er dan recht vooruit. En dan gaan we nu helemaal eruit. Dus gaat eerst naar links. En dan gaat u helemaal door naar rechts. En goed zo. En zoals ik al zei bij de vorige keer, voeten goed stevig in de grond. Benen stil en rustig met uw buik draaien. En dan gaan we even goed losschudden. Rustig aan. En dan gaan we nog één keer met uw flesje in de rechterhand. En dan gaan we naar rechts. Blijven zakken en weer rustig omhoog. Niet te diep zakken. Rustig in uw eigen tempo. Er is geen goed of fout. Doe wat voor uzelf fijn is. Dat doen we nu nog naar de andere hand. Dus pak uw flesje in de linkerhand en dan gaan we weer zakken. Ga ze door. We zijn bijna bij het eind aangekomen. En u kunt nu uw flesje op de grond zetten en dan gaan we nog stappen. En dan zijn we weer klaar met het krachtgedeelte. Dan zijn we aangekomen bij de cooling down. U mag beginnen met even rustig stappen. Hier is het belangrijk dat u goed let op de ademhaling. Rustig met de neus naar binnen en met de mond naar buiten. Hier focussen we dat we even gaan rekken en strekken. En dat we even alle spieren even losmaken. En dan zijn we weer klaar voor vandaag. We gaan zo beginnen met als eerste de schouders naar achter te draaien. Dit doen we rustig aan. Dit is natuurlijk de cooling down. Dus we hebben geen haast. We blijven natuurlijk stappen terwijl we dit doen, maar wel in een rustig tempo. En nu gaan we met de schouders naar voren. En belangrijk is, zoals ik al zei, op uw ademhaling te letten, want daar is het allemaal voor bedoeld. En voor de volgende oefening gaan we met de linkerhand richting uw rechterknie. En dan zo proberen uit te rekken. Kunt u wat verder, mag dat richting de voet. Kunt u dat niet, is het geen probleem om hier te blijven. Dit doen we 30 seconden. Goed rekken, niet te ver voor uzelf. Kijk wat u zelf prettig vindt. En wat voor u goed voelt. Er is geen fout of goed. Zolang u maar mee een beetje doet. En nu gaan we met de rechterarm richting de linkerknie. En doen we precies hetzelfde. Gaan we goed rekken. Zoals ik al zei, als u verder kunt, mag u verder. Als het maar voor u fijn voelt. Let goed op de ademhaling. En zorg ervoor dat u alles goed rekt. En voor de volgende oefening doen we de handen in elkaar en dan in de lucht. En maak uw rug mooi recht. Hierbij is het ook belangrijk om op de adem aan te letten. Goed met de neus naar binnen en de mond naar buiten. Zorg ervoor dat u voor uzelf niet overstrekt. Doe wat voor u fijn voelt en dan komt het allemaal goed. En dan gaan we voor de laatste oefening. Met de handen richting de knieën en uw rug goed bol maken. Bij deze oefening geldt ook, als u verder kunt, mag u verder. Maar dat hoeft niet. Dit is wat voor u fijn is. Zorg goed voor dat die hamstrings ook goed gestrekt zijn. En dan gaan we voor nu nog eventjes stappen, 10 seconden. En dan wil ik u heel graag bedanken voor het meedoen, want dan zit deze aflevering er alweer op. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer.